Maandagmorgen is er op de kruising van de Butterlaan en de Hazakkerlaan in Heiloo een kind op de fiets aangereden door een vrouw in een auto. Het kind kwam vermoedelijk van rechts en had voorrang. De vrouw in de auto heeft de fietser niet gezien en kwam ermee in botsing. Politie en ambulance kwamen ter plaatse. De jongen is nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurster van de auto had flink de schrik te pakken. Tijdens het voorval was een gedeelte van de Butterlaan tijdelijk afgesloten.